Ik heb altijd het gevoel dat als jij tot kabinetten behoort, als staatssecretaris of minister of fractievoorzitter van een vooraanstaande partij, dat je dan makkelijker wordt gekozen in bepaalde functies. Kennelijk is er wel iets, een soort voorportaal, een soort stageperiode die je in de Tweede Kamer doet of in de regering, om vervolgens naar een functie over te stappen bij een semi-publieke instelling zoals het NS is. Ja, dat zie ik wel. Dus ja. Of je dan kunt spreken letterlijk van een banencarousel, maar er is in ieder geval wel sprake van een bepaalde circulatie van mensen. En het lijkt mij ook een beetje dat het de bedoeling is dat het vertakt. Hè? Dat er ook invloed is. Banencarousel, ik vind dat nog een groot eufemisme. Het is gewoon netwerkcorruptie van het hoogste soort. Waarbij tassendragers, die nooit ergens geschikt voor waren, en meteen zijn begonnen als persoonlijk medewerker, beleidsmedewerker, en daarna een ander baantje hebben gehad als Tweede Kamerlid, maar nog nooit met een poot in de modder hebben gestaan. Dat die inderdaad op de rug van de lange mars door de instituties, door de grote partijen, worden gepositioneerd op plekken waar ze helemaal geen kaas van hebben gegeten. Ik zou er toch graag wel even op willen inhaken. Want als ik dan hoor van, ja tuurlijk, het is heel kwalijk. Maar tegelijkertijd, de Nederlandse kiezer kan er natuurlijk wel wat aan doen. Want het begint al bij de politiek. Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat bepaalde mensen niet op bepaalde plekken zijn gekomen omdat ze zo kundig zijn. En ik vond dat Theo Hiddema, dat hij dat onlangs in een interview heel mooi verwoordde. Binnen politiek gaat het dan lang niet meer om of je competent bent of kennis hebt van zaken, maar alleen maar om of je loyaal bent aan de partij en of je geen stennis schopt. Nou, als je aan die kwaliteit of aan die voorwaarden voldoet, dan kom je binnen de politiek, kom je bovendrijven. En vervolgens uit dat hele kleine vijvertje gaan ze dan weer vissen voor bepaalde posities. Dat is niet goed voor onze maatschappij. Maar de kiezers laten dat natuurlijk wel in stand, want zij blijven stemmen op partijen die dit dus kennelijk tolereren. Ja. Dus ik denk dat Nederland daar niet zoveel moeite heeft. Dus eigenlijk willen mensen dit? Kennelijk wel.